Goedemorgen luisteraars, welkom bij een extra aflevering van de podcast. We bespreken kort het programma dat vandaag en morgen gedraaid wordt in de Dura Vermeer Arena. We doen dit samen met Peggy Hollenbach van de wedstrijdcommissie Zuid-Holland voor het KNHS. Hollenbach legt uit wat dat precies inhoudt. Daarbij doen we dus het coördineren van een kalender voor alle verenigingen, zodat zij hun wedstrijden, zowel dressuur als springen, kunnen uitoefenen. En wij organiseren kampioenschappen voor de regio, die dan uiteindelijk een afvaardiging naar de Nederlandse kampioenschappen in Ermelo betekent. Dat zijn nu nog twee afleveringen, dat wil zeggen een zomer- en een wintereditie. En daarnaast organiseren we, zoals hier nu verreden wordt op het CHIO, de finale zondag van de CHIO Cup. En dat is een teamwedstrijd voor de verenigingen hier binnen Zuid-Holland. Daar hebben ze een selectie voor gehad met de Pinksteren. Afgelopen vrijdag zijn de 7 beste teams daarvan zijn gestart. En de 3 winnaars daarvan, dus nummer 1, 2 en 3 daarvan, die komen zondag uit in de finale. En dat vindt allemaal plaats in de Dura-Vermeering. We zijn al maanden bezig om rondom het losrijden en alles wat hier in de hoofdring gebeurt, zijn wij al maanden bezig om een programma neer te zetten voor de gaten op te vullen die in de Dura-Vermeering ontstaan door daar hele leuke dingen te organiseren. Zoals clinics. We hebben afgelopen donderdag een hele mooie clinic, leuke clinic van Christy Snepvanger gehad. Daarnaast heeft ze ook een meet en greet gedaan. Het is eigenlijk te veel om op te noemen. Gisteren hebben we een onwijs mooie presentatie gehad van aangespannen chaisen en koetsen. En dat is georganiseerd door iemand die hier ook op stal staat bij de jockeyclub Willemijn. En dat was ontzettend leuk, is ook heel erg leuk ontvangen. En ja, vandaag en morgen staat er nog heel veel in de Dura Vermeering op de planning, maar ook in de Kids Kuip. Ik hoor dan Kids Kuip, voor mij is dat onbekend terrein, maar is dus ook veel te doen voor jongere mensen, niet alleen voor het oude volk. Zeker, voor het oude volk. Nee. En daarmee bedoel ik u niet. Nee, ja, er is inderdaad voor de kindertjes ook heel veel te doen. Ze kunnen hoefijzers versieren. Er staat een parcoursje. Er zijn kleine mini-ponnetjes. Er is eigenlijk heel erg veel te doen. Er is morgen ook een speurtocht. En dan kunnen ze dus uiteindelijk kunnen ze daar ook, als ze het woord weten te vormen, kunnen ze daar iets mee winnen. Daar worden winnen. Er is uitgetrokken 2 letters van het woord. Die wordt 1 woord door Christy Snepvangers weer gegeven. En de laatste, en dat is denk ik ook wel een hele leuke, die wordt aan het eind van het ochtendprogramma, wordt die door Britt Dekker. Dan worden die uitgereikt en daarna kunnen de kinderen hun oplossing inleveren en worden daar dus de winnaars uitgetrokken. Maar los van Britt Dekker, wat natuurlijk altijd wel enorm leuk is voor de kindertjes en waarmee ze zich best wel associëren, is er ook morgen een hele leuke family dressage, family power dressage. En dat zijn een aantal families die met kinderen, kleinkinderen, dochters, die dus een hele leuke kuur op muziek rijden. En daar kan ook interactief door het publiek opgestemd worden. En ook daar zijn prijzen aan te koppelen. Kortom, ik denk dat we echt een heel vol programma hebben. Wat ook heel erg aantrekkelijk is naast en wat ook in de pauzes valt van dit soort springwedstrijden of dressuurcompetities. Dus waarmee wij de Dura Vermeering denk ik een hele leuke invulling geven en hebben gegeven. Ja, het moment dat we dit opnemen is het zaterdagochtend. Zijn er nog wat hoogtepunten vandaag voor de bezoekers om naartoe te gaan? Zeker. We beginnen straks om 11:45 met een heel mooie demonstratie van een viertal. Daarna krijgen we Jesse Drent. Dat is denk ik ook altijd leuk voor de. Wat is dat? Jesse Drent die doet aan vrijheidsdressuur. En die komt daar een demonstratie van geven. We hebben hengstenstation vanuit het bereid gevonden om met hun hengsten te komen en daarin een verhaal te vertellen van hoe je ze opleidt. En aansluitend daarvan hebben de sponsoren van de Zuid-Holland Cup, Two Fit Horses, die hebben daarna dus ook nog een demonstratie om te laten zien hoe je dat dan ook verantwoord doet. Dus ik denk dat dat al met al best een heel leuk programma is, wat tussen 11:45 en 11:45 plaatsvindt.
En u noemde voor morgen al een paar dingen die er wel uitsprongen bij mij. Zijn er nog andere hoogtepunten? Ja, zeker, zeker. Wat ook heel erg leuk is, en daar beginnen we om 10 uur mee. Dat is Siem Budding, die komt of vanaf het paard boogschieten. Dus dat is denk ik ook heel leuk. Daarna krijgen we met de jongere garde krijgen we een hele leuke men-marathon, een klein men-marathonnetje. Om ook dat soort disciplines over de bühne te brengen en te laten zien dat paardensport meer is dan alleen dressuur en springen, maar er ook echt wel heel veel andere. Vervolgens komt Tim Moesman van Hippie Centrum Noodorp met Bixie en Kids om op een leuke verantwoorde manier dus ook echt de kleintjes te kunnen laten zien. We krijgen nog een voltige demonstratie van iemand in de buurt van Utrecht. Die komt hier met een heel team die ook Nederlands kampioen geworden zijn. En wat houdt voltige in? Dan loopt er een paard, loopt cirkeltjes. Ik heb gevraagd om het wat makkelijker uit te leggen, dus dat probeer ik dan ook maar. Die zetten ze aan de longeerlijn, loopt cirkeltjes en dan lopen daar de atletes naast die erop springen, erover springen, achterop op zijn kont gaan zitten en gaan zomaar door. Dus dat is denk ik ook heel leuk. En dan is er ook nog een stukje met My Little Pony's Horse Agility, dus ook leuk voor de kinderen, met stokpaardjes en dat soort zaken. En dan krijgen we die Family Power dressage waar ik het net over had, waarbij dus het publiek interactief zelf kan stemmen wat ze het leukste vinden. En als afsluiting hebben we Britt Dekkers. En daarna gaat Christy Snapvangers nog de Kids Kuip in. Dat is dus buiten de deuraffirmering. En die gaat daar ook nog met de kindertjes aan de slag. Druk programma. Een vol programma, maar wel heel leuk met echt diverse disciplines van alles wat de paardensport met zich meebrengt. Ja, dus kom vroeg, blijf laat. Nou, dat is eigenlijk wel, want daarna krijgen we natuurlijk hier in de hoofdpiste nog het een en ander. Dus dat is eigenlijk wel de boodschap, ja. Is het tot nu toe deze editie al een succes? Ja, ik denk dat de afgelopen 2 dagen dat echt succesvol geweest is. Hoewel het weer, donderdag ging het nog wel, maar gisteren niet helemaal meegezeten heeft. Was bij de presentatie van de aangespannen combinaties was het toch heel erg druk. Dus het was ook echt wel heel leuk om te zien dat mensen daar dan toch ook wel oog voor hebben. En ook in de pauze van het springen ook naartoe willen komen om daar ook naar te kijken.